Oh mijn god, wij zijn zojuist geland en wij hebben dus nu gewoon de mini Thanos of de Thanos skin in vorm. Yo gasten, welkom terug bij deze nieuwe video. In deze video ga ik jou laten zien hoe jij de Thanos skin in Fortnite Battle Royale kan krijgen. Allereerst wil ik zeggen dat dit natuurlijk erg bannable is. Het is niet toegestaan en het zou ook heel raar zijn als jij met in één keer een Thanos skin in Fortnite kan lopen. Ik laat dit dus zien omdat er heel veel vraag naar is en omdat mensen gewoon willen weten hoe het moet. Hoe kunnen mensen dit eigenlijk krijgen? Ik ga het laten zien en na deze video verwijder ik het zelf ook weer. Ik ga daar een playground potje mee spelen om te laten zien dat het ook echt werkt. Maar daarna ga ik het zelf ook niet gebruiken. Het is helemaal naar jouw keuze of je dit wilt gaan doen of niet. Als je nou een account hebt dat je toch niet gebruikt en je wilt het riskeren om een ban te ontvangen, kan je het natuurlijk doen, maar ik zou het niet aanraden. Laten we snel beginnen. Het eerste wat je moet doen is de twee bestandjes in de beschrijving te downloaden. Eén bestand is een tekstbestand met dingen die je moet gaan replacen in dit programma. En het andere bestandje is dus dit programma dat je moet gaan downloaden. Wanneer je het programma gedownload hebt, dan zal je op dit scherm komen. Je moet hier naar File, Open, deze PC, lokale schijf, Program Files, Epic Games, Fortnite, Fortnite Game, Content, Packs. Ja, we zijn er eindelijk jongens. Het is eigenlijk hetzelfde riedeltje als de Pickaxe Replacer. Dat ging ook via hier. En wat je hier doet, is je gaat naar de PackChunk 0 Window Client Pack. Wat ik hiervoor heb gedaan, is deze pack die ik dus nu ga editen, heb ik even opnieuw gedownload en op mijn bureaublad gezet. Voor als ik het terug wil veranderen, dat ik nog wel mijn oude versie heb. Dus maak altijd een backup als je iets gaat editen, jongens. We gaan het bestand nu openen en je zal hier allemaal dingen zien die je niet zal begrijpen. We gaan hier ook heel weinig in doen. Wat wij nu gaan doen, is dus alles wat hierin staat, replacen in dat programma. Wat wij dus nu doen, is wij pakken de bovenste regels. Die kopiëren wij en wij gaan terug naar dit programma. Wij drukken hier op Ctrl-R en wij gaan naar hexvalues. Wij klikken hier op Prompt on Replace, die vinken wij aan. En we pasten dus die bovenste regels in de bovenste lijn, zal ik het maar noemen. Wij pakken daarna de tweede sectie, de tweede regels. En die pasten wij in Replace With. Wij doen vervolgens op Replace All. En dan gaat dus nu dit allemaal replacen. Je klikt hier ook op al. Dit duurt een paar seconden en dan zal je de volgende melding krijgen. Dat dus alles gereplaced is. Dit is goed en wij klikken hier gewoon op oké. Vervolgens gaan wij naar Ctrl-R en wij klikken hier op tekststring. Niet op hexvalues, maar op tekststring. En je vinkt hier dit vakje aan. We gaan dan terug naar het bestand en wij kopiëren hier opnieuw de bovenste regel. Die plakken wij ook weer bovenin. Wij pakken de tweede regel. En die plakken wij in de tweede rij. Wij klikken hier ook weer op Replace All. En dan hebben wij het tweede deel ook al klaar. We gaan vervolgens weer terug naar bestand. Kopiëren ook weer de bovenste regel, jongens. Dat zal toch ook niet anders. Wij klikken weer op Ctrl-R. Wij gaan dit keer wel weer terug naar hexvalues. En wij pasten deze bovenin. Wij pakken daarna het laatste bestand. En die pasten wij op de tweede rij. Replace deze ook weer met alles. Dan krijg je ook weer de volgende melding. En dan zijn wij klaar in dit programma. Doe Ctrl-S om het op te slaan. Je zal dan dit schermpje krijgen. Hier moet je even wachten. Hij is dus nu de backup aan het maken. Als de backup klaar is, kan je het programma gewoon afsluiten. Als je het programma af hebt gesloten, kun je gewoon Fortnite opstarten. Je gaat naar de Battle Royale Game Mode, natuurlijk, want daar doen wij het ook in. Je gaat vervolgens naar je locker toe, naar je skins en je klikt op deze skin. De skin is nu veranderd in een mini Thanos die er echt niet uitziet. Je klikt gewoon op save en exit. Ik doe mijn backbling even uit. En we gaan even een playground potje joinen. Met de mini Thanos. Kijk hem vliegen dan jongens. Mini Thanos, daar komt hij hoor. Knijterhard op de grond. Nee, hij heeft niet de animaties. Je kan ook niet de dingen doen van Thanos. Maar je kan dus wel gewoon met deze skin spelen. Ook al ziet het er raar uit. Ik ga het nu nogmaals zeggen jongens. Dit is volkomen bannable. Het is natuurlijk niet toegestaan. En ik ga het na deze video dus ook gelijk verwijderen. Zoals je ziet, het werkt gewoon. Je kan alles doen. Je kan gewoon precies hetzelfde doen met elke andere skin. Maar als je wat lol wilt hebben, misschien met wat vrienden in Playground, doe het dan. Maar doe het alsjeblieft niet op je eigen account. Ik riskeer nu een ban. Ik wil niet dat jullie geband worden door deze video. Dus doe dit niet na of doe het dus op een heel ander account. Mensen, bedankt voor het kijken. Ik heb deze video gemaakt omdat de support op de laatste video's over de Reaper Pickaxe, over de V-Bucks Generator, weet ik veel allemaal super dik was.
Jullie vinden de video's enorm leuk en ik heb er dus voor besloten om nog een video over dit te maken. Hebben jullie suggesties wat wij in de volgende video moeten doen? Misschien een andere skin moeten leaken of dus moeten maken in Fortnite? Laat het dan zeker achter in de comments. Bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie snel weer te zien bij een volgende video of livestream. Tot de volgende keer. Later. Bye.